15 augustus 1945 kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Toen de oorlog uitbrak, waren we nog dieper het bos ingegaan. Daarmee eindigde de oorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben er geboren, in 1940. Ik heb in het kamp gezeten. In 1942 werden ons huis en mijn vaders bedrijven in beslag genomen door de Japanners. Indischmonument.nl is een plek om daar het hele jaar bij stil te staan. Het dichtbevolkte Java is in de ogen van Japan het arbeidsreservoir. De schattingen over het aantal ingezette Romusha's lopen sterk uiteen. En dat ging onder zo'n streng regime dat die schepen de bijnaam de hellships kregen. De Japan waren heel breed hoor. In het politiebureau tegenover ons huis werden Nederlanders en Indo-Europeanen op brute wijze ondervraagd. Hun geschreeuw was in de hele wijk te horen. Op het niet buigen voor een Japanse militair of voor de Japanse vlag staat als straf een flinke afranseling. Een digitale ontmoetingsplek waar deze geschiedenis wordt verteld met verhalen, gedenkplaatsen en monumenten, foto's, video's en persoonlijke getuigenissen. Ik heb een geweldige moeder gehad. Die heeft haar 5 kinderen door die kamptijd heen gebracht. En hoe? Deel ook jouw gedachten door een melatti te plaatsen bij dit monument. Mijn vader die zat bij de KNIL, in de Jappenkamp gezeten. De zwaarte, denk ik, van het bang. De Jappen die gaan jouw moeder slaan als ik iets fout doe. Zo is dat. Dat wist je. Hoi, ik ben Lucas. Ik ben 17 jaar oud. En ik ga vandaag het oorlogsverhaal van mijn opa en oma vertellen. Het einde van de oorlog is een kantelpunt in de Nederlandse geschiedenis. In voormalig Nederlands-Indië bracht dat geen vrede, maar een nieuwe periode vol onzekerheid en geweld. En mijn oma is door haar eigen volk is zij vermoord omdat zij met een Nederlander was getrouwd. In oktober, na de komst van de Brits-Indische militairen op Java, breekt de Bersiap-periode in alle hevigheid los. Mijn zuster en mijn zwager en 3 kinderen die zijn niet meegevlucht. Die zijn allemaal in Manokwari overleden. Als gevolg daarvan kwamen 350.000 mensen met een zeer diverse achtergrond uit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland. Weet je, wij kwamen dus in Holland met niets. Tussen 21 maart en 21 juni 1951 arriveren 12.000 Molukkers in Nederland. Ik was meestal de enige die Indisch was, die donker was. En als je dan altijd blanke kinderen ziet, dan denk jij zelf dat je ook blank bent. Inmiddels zijn er meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Eigenlijk herken ik dus nu iets op een plek waar ik niet vandaan kom. En dat is dus zo mooi dat zo elkaar kruist. Ja, het moet doorgaan omdat het mag niet ergens stoppen en dat de mensen daar verder niet meer aandacht aan besteden. Het moet blijven. Die Indische identiteit moet hier in Nederland blijven. Ik wil dat de kinderen het weten. Je moet het weten, omdat je anders denk je, hoe komt het dat ik vrij ben? Doordat zij offers hebben gebracht. Zij brachten offers dat jij in vrijheid kon leven. Herdenk online het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De jongeren, die moeten het ook verder. Dat vind ik heel belangrijk. Ik weet het echt niet, maar ik vind, we moeten dat echt herinneren hoor. Die verhalen van die mensen moeten blijven. En ja, het blijft toch een stukje van ons. Indischmonument.nl